Dit is geen helft vol, nee. Dit is geen helft vol. Dit is geen helft vol. Zij heeft geloofwaardig, laat de kinderen door bij mij komen en aan ze betekenen, want het rijk van God behoort aan hen die zijn nog tegen. Voorwaar ik zeg u, wie het rijk van God niet aanneemt als een kind zou er zeker niet in zijn, toen legde hij hem de handen op en zegende hem. Zo zijn ook wij hier bijeen, omdat we geloven en blij aanvaarden dat Jezus Christus het kind de zijde wil tellen. Hij zal het aanraken met zegen en heiligen. Dat zal hij doen door ouders en alle anderen die de kinderen met liefde zullen omgeven. Met dierbare familie als gemeenschap en als kerk van Christus zijn we blij dit kind in ons licht te mogen opnemen. Namens u allen leven en bewaren. Dierbare Jodie, steeds de hand boven het hoofd te houden. En trouw te blijven met de toekomst, wat de toekomst ook mocht brengen. Ja, dat geloof ik. Het zijn niet alleen de ouders die een taak hebben tegenover dit kindje, ook gij, Peter en Peter. Gij wilt meewerken aan het levensgeluk van Peter. Gij vertegenwoordigt hier de vele mensen die een rol zullen spelen in het leven van Jozef. Peter en Peter belooft gij bijzondere belangstelling en zorg te schenken aan het vele kind om mee te werken aan zijn levensgeluk. Bovendien zegt hij is hier aanwezig als getuige van de belofte van de ouders. Gij kent uw belofte en begrijpt uw taak. Belooft gij uw taak ten opzichte van jullie te nodig aan te voeren en uw afwezigheid over te nemen? Ja. Nu gij zo uw bereidheid hebt uitgesproken om dit kindje met uw liefde te omringen, vraag ik u om samen met de priester de rechterhand uit te strekken boven de dood van de kind. De teken van onze blijvende bescherming en samenbeweging. Jezus, kijk voor hem zorg. Het is een gebaar van uw onsterfelijke liefde. Ook ons gebaar is een teken van liefde en gebed. Laat dit kind groot en krachtig worden in onze soms harde wereld. Bescherm het tegen verkeerde invloeden. Geef het een goede gezondheid. Laat het beproeven en ervaren. Dat gij uw reddende hand nooit zult terugwerken. Geef dat wij die deze wereld maken, dit kind voor mogen zijn in alles wat zuiver is en waar. Laat dit kind opgroeien als uw kind, onbezorgd en blij onder de hoede van uw machtige hand. Als christenen geloven wij dat de vreugde het zal winnen van het leven en dat de liefde sterker is dan de hart. Wij mogen leven in de verwachting dat niet de dood het laatste is, wel het leven. Jezus bracht ons deze blijde boodschap in zijn sterven en verrijzen. Verstaan wij het ritme van ons menselijk bestaan. Dierbare familie, we gaan dit kindje dopen omdat wij geloven dat het welkom is bij God. Ook omdat we geloven dat de blijde boodschap van Jezus Christus de weg is tot heil en geluk. Van de mens en van de wereld. Samen spreken wij dit geloof uit met de woorden die wij onze beurt ontvangen hebben uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Godsius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter hel
de derde dag verrees de aanzelling voor de oordelen, verledingen en de toedoven. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergiffenis van de zonden, de bereidenis van het lichaam en het Christus Jezus. Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Jordi, wij heten u van harte welkom in de kring van de gelovige mensen. Je bent de jongste van onze familie en we hopen dat je hier veel mensen geloof zullen aanreiken.